Dan gaan we nu beginnen met het debat Assuna Moskee, ongewenste financiering. En dan is het woord aan mevrouw Gerbrands. Ja, dank u wel, voorzitter. De afgelopen jaren hebben wij natuurlijk keer op keer gewaarschuwd voor de Assuna Moskee. En keer op keer moties ingediend over de Assuna Moskee. Want, voorzitter, de Assuna Moskee is een levensgevaarlijke haathut. Een islamitische kazerne van waaruit het leger van Allah wordt aangestuurd. Ze hebben tegenwoordig zelfs een afgevaardigde hier in de gemeenteraad. De heer Van Doorn van de Partij van de Eenheid, die er nu helaas niet is. Die de woordvoerder voor de Assuna Moskee is. Voorzitter, vanuit de Assuna-kazerne komen de opdrachten voor de gewapende jihad, de doodstraf voor afvalligen en voor vrouwenbesnijdenis. En alle niet-moslims moeten kokende olie drinken totdat hun ingewanden uiteenspatten. Laat dat even tot u doordringen. Zij vinden dat u en ik kokende olie moeten drinken zodat onze ingewanden uiteenspatten. En wat is daarop het antwoord van deze raad? Uitgerekend op verzoek van diezelfde afgevaardigde van de Assuna Moskee hebben we hier een ramadanschorsing. Ik wil maar zeggen, zover zijn we al gekomen. Buigen, knielen, onderwerpen, dat is het antwoord. Het is het antwoord van bange en laffe lieden die hun kop in het zand steken. En die kop zit inmiddels zo diep in het zand dat hij er niet meer uit kan. Levensgevaarlijke struisvogelpolitiek. En deze burgemeester hoort niets, ziet niets en zwijgt het liefst. Een jaar geleden is zij op de hoogte gesteld en gewaarschuwd door de AIVD over deze moskee. Haar vaste antwoord is dan, daar kan ik niks mee. Maar, zo vraag ik de burgemeester, wat is dan de reden dat de AIVD, de burgemeester, überhaupt op de hoogte stelt van iets? En wij vragen niet naar informatie die de AIVD aan de burgemeester verschaft, maar wij verwachten dan wel actie. En haar oplossing voor deze vreselijke moskee is dan ook een waardeloos papieren proefballonnetje over buitenlandse financiering. Een makkelijke manier om naar de landelijke overheid te wijzen en vooral zelf niets te hoeven doen. Want dat wij alle kokende olie moeten drinken, wordt gewoon door een imam in het Nederlands gezegd. Ook de preken over vrouwenbesnijdenis zijn gewoon in het Nederlands. Dat heeft helemaal niets te maken met buitenlandse financiering. Niets met Kuwait, niets met Saoedi-Arabië, niets met buitenlandse invloed. Het is pure islamitische haat rechtstreeks uit de Schilderswijk. Dat is wat het is. En het moet nu maar eens klaar zijn met die slappe antwoorden à la Josias. Want hoe kan het dat burgemeester Krikke wel vindt dat er sprake is van ondermijning van de democratische rechtsstaat, maar niet vindt dat dit niet de openbare orde bedreigt? Graag een reactie. Niemand snapt daar iets van. Voorzitter, kokende olie voor niet-gelovigen is gewoon oproepen tot moord. Dat is volgens mij strafbaar. Promoten van meisjesbesnijdenis is oproepen tot kindermishandeling. Volgens mij strafbaar. Zweepslagen en steniging bij overspel is oproep tot geweld tegen vrouwen. Dat is volgens mij het stokpaardje van deze burgemeester. Is strafbaar. Voorzitter, deze moskee is een gevaar voor onze stad, een islamitische gifbeker voor de maatschappij en het samenwerken met en het openhouden van de Assuna Moskee is levensgevaarlijk en onverantwoord. En het wegkijken van deze raad en van deze burgemeester heeft lang genoeg geduurd. Daarom hebben wij een aantal moties. De eerste motie verzoekt het college de Assuna Moskee onmiddellijk te sluiten ter handhaving van de openbare orde en veiligheid en gaat over tot de orde van de dag. De motie is ingediend en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Omdat wij vrezen, met grote vrezen, dat deze motie geen steun gaat krijgen, hebben we nog een aantal andere moties om, indien hij open blijft, toch te zorgen dat de schade zo beperkt mogelijk blijft. Dus de tweede motie verzoekt het college alle samenwerkingsverbanden tussen de gemeente Den Haag en de Assuna Moskee onmiddellijk stop te zetten. De motie is ingediend en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. De volgende gaat nog iets minder ver. Verzoekt de subsidies voor de Assuna Moskee per direct stop te zetten. Motie is ingediend en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. En dan de softste van het stel. Verzoekt het college te stoppen met het inzetten van vrijwilligers van de Assuna Moskee tijdens de jaarwisseling. Motie is ingediend en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dat was hem, voorzitter. Dan is nu het woord aan de heer Greenwis van de ChristenUnie SGP.